Goedendag, mijn naam is Iris van Dam. Ik ben een van de radiotherapeuten betrokken bij de behandeling van borstkanker. Bij u is borstkanker in de linkerborst gevonden. Daarvoor willen we u bestralen. Daarbij maken we graag gebruik van de breath hold techniek. Dat betekent dat u de adem inhoudt tijdens de bestraling. Dat vragen we u voor maximaal 30 seconden. Het aantal keer dat we u vragen om de adem in te houden, kan tussen de 5 en de 15 keer liggen. Dat is afhankelijk van de techniek die we gebruiken en het gebied dat we willen bestralen. Mocht het niet lukken om de adem zo lang in te houden, dan gaan we op een andere manier proberen u zo goed mogelijk te bestralen. U ziet zometeen een instructiefilm met oefeningen. Mocht u na deze film nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen aan de behandelaars op het toestel of de persoon die u behandelt. In dit voorlichtgesprek vertel ik wat de breath hold techniek voor u betekent tijdens de bestraling. Ja. Ja? Wat voor u belangrijk is om te weten dat u tijdens de bestraling dieper moet inademen en de adem moet vasthouden. Ja. Ja. Dat u de adem moet vasthouden zal ongeveer 30 seconden zijn. En dat zal ongeveer 5 tot 10 keer zijn bij de bestraling dat u de adem moet vasthouden. Ja. Ja? Daarbij is het belangrijk dat u dieper inademt. Maar niet maximaal. Ja, dus ik moet niet een hele ademteug nemen, maar gewoon rustig inademen, alleen iets meer dan wat ik gewend ben. Klopt, inderdaad. Ja, want zodra u eigenlijk tot maximaal inademt, is het voor u veel moeilijker vol te houden. Ja, dat denk ik ook. Ja? Ja. Verder is het ook belangrijk dat u er niet over nadenkt. Het maakt niet uit of het een borstademhaling is of een buikademhaling. Het moet voor u natuurlijk aanvoelen. Oké. Ja? Ja. En dan is het dus gedurende de 30 seconden dat u de adem moet vasthouden. Elke keer wanneer wij aan u vragen om de adem vast te houden, zullen we het op dezelfde manier aan u vragen. En de instructies zijn: ademt u dieper in en weer uit. Ademt u dieper in en weer uit. En dan ademt u dieper in en houdt de adem vast. Ja. Ja? En aan de hand van uw buikbeweging kijken we en geven we de instructies. Dus ik mag mijn eigen ademhalingstempo Klopt. Aanhouden. Ja, en aan de hand daarvan passen wij de instructies aan voor u. Ja, dat is goed. Ja? Had u nog vragen tot dusver? Hoe lang moest ik nou ook weer mijn adem inhouden? 30 seconden. 30 seconden. Ja, voor ongeveer 5 tot 10 keer per bestraling. Ja. Ja? Ja. Bent u er klaar voor om het een keer te gaan oefenen? Ja, ik denk het wel. Dan doen we dat hier in dezelfde setting als dat het gewend is dat u dat ook thuis doet. Ja, is goed. Ja? Ja. Gaan we dat doen. Ja. Oké, dan mag u hier komen liggen. Ja. Mogen de handen boven het hoofd. Zo? Ja, en dan gaan we in deze houding de ademhaling oefenen. Want dit bootst de meeste houding bij de bestraling na. Ja. Dan gaan we nu oefenen om 30 seconden de adem vast te houden. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En houdt u de adem vast. Blijft u de adem goed vasthouden? Ademt u maar weer door.
Oké, komen nu de instructies. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En houdt u de adem vast. Ademt u maar weer door. Oké, gaan we weer verder. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En houdt u de adem vast. Ademt u maar weer door. Dan volgt er nu een volledige oefensessie die u thuis kunt gebruiken. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En houdt u de adem vast. Blijf de adem goed vasthouden. Ademt u maar weer door. Ademt u dieper in en weer uit. Ademt u dieper in en weer uit. Ademt u dieper in en houdt u de adem vast. Blijf de adem goed vasthouden. Ademt u maar weer door. Ademt u dieper in en weer uit. Ademt u dieper in en weer uit. Ademt u dieper in en houdt u de adem vast. Blijft u de adem goed vasthouden. Ademt u maar weer door.
ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En weer uit. Ademt u dieper in. En houdt u de adem vast. Blijft u de adem goed vasthouden? Ademt u maar weer door.